hele goede morgen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik moet me excuseren, want vorige week was er geen vlog online. Eigenlijk gewoon weg omdat ik het super druk had met het werk. Ik ging gewoon iedere dag opstaan naar het werk terug. Dus weinig om te vloggen, weinig spannend gebeurd. Dus voilà, deze week hoop ik dat het iets spannender wordt, ook voor jullie. Dus voilà, welkom bij weer een nieuwe vlog. A few moments later. Hier zijn we. Voor het eerst in super lange tijd gaan we nog eens paddelen. Het is lang geleden, maar here we go. Ik ga even mijn schoenen aan doen en dan gaan we richting paddel. Oei. Olé. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ga even mijn lessen voorbereiden voor vandaag. Ik heb er vandaag 2 en ik heb met de kinderen afgesproken om iedere donderdag een test te doen, zodat ze tenminste opletten gedurende de week. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga een test maken en nog een andere les voorbereiden. Dus oef. Ik heb een gezicht alsof ik al een week niet geslapen heb. Wat ook wel een beetje zo is. Maar bon. Ik ga dat snel even doen. En dan ga ik richting het hotel. Oh my god. Wat een voormiddag ik heb gehad. Een beetje slecht gemanaged. Want Cerny is naar de vismarkt geweest. Hier heb je een soort van vismarkt, extreem savage, waar je letterlijk haaien kunt kopen, dode haaien, echt ongelooflijk. Dus ik had mijn camera aan hem meegegeven en ik had gezegd, alsjeblieft film met mijn camera. Komt hij daaraan en is mijn batterij plat van de camera, dus slecht. Maar Cerny heeft gelukkig met zijn telefoon wat kunnen filmen. Dus de beelden gaan jullie nu zien.
avond was, was ik op het hotel gebleven. En is Maas letterlijk de palmboom ingekropen. En heeft alle kokonoten uit de palmboom gehaald. Wat een spektakel. Ik ga proberen om hier de filmpjes te zetten, zodat jullie het kunnen zien. Maar echt een spektakel van het kan niet meer. Ik heb alles gefilmd met mijn gsm. Om op mijn Instagram stories te zetten. Dus ik hoop dat ik het hier kan inserteren. Dan kunnen jullie het zien. Maar wat een spektakel. Ongelooflijk. Het is ongeveer 4:00 in de namiddag. En ik ben net terug van het lesgeven. Oef, ik ben stikkapot en ik ga nu weer terug richting het hotel. Langs de andere kant mag ik ook niet klagen, want voor mij begint het weekend nu ongeveer. Want ik moet niet meer naar school, dus het is donderdag en dan heb ik het gevoel dat het weekend een beetje begint. Want dan moet ik in ieder geval niet naar school. Ik heb super veel dorst, dus ik ga even snel een slokje drinken en dan ben ik weer weg. Gras aan het groeien. Goedemorgen. Oh. Het is vandaag vrijdag en ik heb iets in mijn oog en ik weet niet wat het is en het doet zoveel pijn. Ik zet een bril op en hopelijk kan ik een beetje dissimuleren, want het is vandaag erg nodig. Relajate, que me estás poniendo mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De hele dag gewerkt en gaan we nu iets drinken in Beach House. En ik zie uit alsof er een camion over mij is gegaan, maar bon, maakt niet uit. We zijn er. Ja, morgen, het is vandaag zaterdag en we gaan barbecuen. Mmm, yeah. Sammy, barbacoa. Hoe weten we nooit zeker of we eigenlijk op een bouwwerf zijn? Of een taller de moto. Comment ça va? La noche. La noche de OS. You know? La noche de OS. La noche de OS? Yes. Kijk wat een tuffe die hebben. Met dit soort dingetjes. Niet te geloven. Oef. En dan moet je deze funky aas maar eens zien. Kijk hoe funky deze is. Amazing. Ik ben net een beetje barbecue gegeten. En ik ben nu op het hotel. Want Fatou is aan het poetsen. Mijn schatje. Fatou. Ik denk dat ik vanavond hier ga slapen. Want ik heb heel veel zin om de matras uit te testen. Ga ik fijn zitten? Oh, en chillen. Oh. Oh, c'est quoi ça maintenant? Est-ce qu'on a? Hostia, no! Jesus Christ. Oui? Quoi, c'est pas bon? No, pas. Hostia, ¿quina coordinació? Per favor. Hola. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben me even klaar aan het maken. Want we gaan vanmiddag eten bij onze aannemer. Die heeft ons uitgenodigd om allemaal te gaan eten bij zijn thuis. Dus ik ben benieuwd, ik ben heel curieus als ik eerlijk moet zijn. Ik ben heel curieus naar hoe het huis is, hoe het eten gaat zijn, want het is een typisch Senegalese familie, zeg maar. En Mas gaat ook mee. Dus ik denk wel dat het gezellig gaat zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb me net klaargemaakt. En dan gaan we stilletjes richting daar. Ik denk dat ik iets ga kopen bij de bakker voor als dessert. En voilà. Dus dat staat op de plein van vandaag. Dus ik ben benieuwd. Ik denk niet dat ik super veel kan filmen als ik daar ben.
Maar ik ga zoveel mogelijk proberen te filmen. We zijn hier even in de Chiringuito, we gaan een drankje doen. Oh, we hebben Uno, babe. Apenas ik hablo flamingo. Oeps, no. Sin vergonha, sin vergonha. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik ben deze morgen even op het hotel geweest om te werken. En ik ben nu mijn klas aan het voorbereiden voor vandaag. Hier zit ik mijn klas voor te bereiden. Ik heb er vandaag maar eentje, dus dat moet normaal wel snel gedaan zijn. Dan ga ik wat eten maken en richting de school. Dus dat staat op het programma vandaag, naar de school gaan. En voilà. Ik ben thuis omgekleed, ik ben aangekomen op school. 1 uurtje lesgeven en dan weer terug. We gaan lekker theetje maken. Thee drinken. Maar tu peux expliquer comment tu fais pour faire le thé ici? Oui, bien sûr. Ah. Je mets l'eau, après je mets le thé, je laisse ça. Que ça brûle quoi? Oui. Ok. Après je mets le sucre vanille, et le nana. Le nana. C'est quoi le nana? C'est la menthe. Ah. La menthe, oui. Et après je le mets, je fais comme ça, et je vais donner les gars, et on voit ça, c'est bon, c'est comme ça, on fait du thé, ça y est. Zien jullie deze vinger van Maas? Die is rood geverfd omdat hij gisteren is gaan stemmen. En als je bent gaan stemmen, dan verven ze je vinger rood, zodat ze kunnen zien dat je bent geweest. Zodat je geen 2 keer kunt gaan. Oh. Oef, ik ben net thuis. Ik ben nog even gaan kijken voor wat frigo's te kopen. En ik ben net thuis aangekomen. Ik ben stik kapot. Ik ben zelfs buiten adem. Ik ga de vlog editen en uploaden. Dus ik zie jullie in de vlog van volgende week. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En tot snel. Vergeet niet te liken en te subscriben. Doei!